Welkom bij de oh zo mooi versierde Grand Hotel Huis Terduin. Vandaag vindt de vierde editie plaats van de Grand Speakers Business and Knowledge Club. We hebben drie fantastische sprekers en die gaan het hebben over veranderingen. Doe ik het goed? Heel goed. Ja. Wat is je verwachting? We hebben regelmatig sprekers nodig voor verschillende evenementen. En ik dacht, laten we eens komen kijken wat er allemaal is te halen, zeg maar, bij de Speakers Academy. Ik was eigenlijk heel benieuwd. Ik zit nog niet zo lang bij de Speakers Academy, dus ik dacht, ik kom gewoon eens kijken hoe dat gaat. Nou, we zijn er klaar voor. Ons publiek zit binnen. Ja! Van Mensvoort. Ik ga het hebben over technologie en hoe het overal zo om ons heen komt en zo complex en ook intiem wordt dat we het eigenlijk als de next nature gaan zien. Technologische instinct zegt dat je nu naar de zaal moet. Ik ben een spons. Ik absorbeer kennis. Ja, kennis. En als je niet meer kan doen wat je nu kan doen, wat doe je? Je bedoelt qua werk bedoel je? Oh, alles. Dat is een moeilijke vraag. Veranderen. Ja, veranderen. Ja, precies. Wat wordt de volgende verandering in 2019 voor jou? Dat Ajax weer kampioen wordt. Nog een keer? Dat Ajax weer kampioen wordt. Ik hoor u niet. Dat Ajax weer kampioen wordt. Je bent daar helemaal in de kerstsfeer. Ja. Ja? Ja hoor. Wat vond jij van de presentatie? Nee, ik vond het goed. Ja. Ik vond het echt goed. Alle vierde editie, Grand Sprekers, is achter de rug. Hoe kijk jij terug op het jaar? Ik vond het een fantastisch jaar en het is onze vierde Grand Sprekers geweest dit. Ik denk de meest succesvolle. We hebben uiteindelijk een volwassen format gecreëerd nu. Dus met drie of vier sprekers. En we gaan dat volgend jaar continueren met Huis Terduin. Het is een enorm succes. Dit was het dan, de vierde editie van Grand Speakers hier in Grand Hotel Huis Terduin. Ik hoop dat jullie de volgende keer erbij zijn. En wat mij betreft, tot de volgende keer. Goeiedag, mag ik mijn hotelkamer sleutelen alsjeblieft?